It's all I wanna do. Yo, ik ben Chesto en welkom bij weer een gloednieuwe Call of Duty Advanced Warfare video. Hier op mijn kanaaltjes en vandaag spelen we op de map Perplex. En ik vind het een van de chillste mappen, denk ik wel, uit de Assassin's DLC package. En vandaag heb ik ook met Tim zombies gedaan en we waren tot fucking 126 gekomen. Ja, en toen zijn we allebei gekwit omdat we steeds dood gingen en we werden niet meer gerevived. En die teammates gingen ook op een gegeven moment kutten. Dus zijn we eruit gegaan. Maar vandaag gaan we gewoon even kijken wat we kunnen gaan doen. Ik ga met de ASM 1 spelen, denk ik. Dus we gaan gewoon even kijken wat we kunnen gaan doen. Dus de ASM 1, niet Speakies, maar de Magnitude. Want de Speakies heb ik zo die weet nog steeds niet. En die wil ik wel graag. En die heb ik een sick double kill. Oh, en hij zag me al daarop jumpen. Dat is jammer. Dan zou ik hem ook nog even kunnen pakken. Hij zit hieronder. Payback is een bitch. Dus als je deze video natuurlijk leuk vindt, laat dan alsjeblieft een blauw duimpje omhoog achter. Dan help je mij natuurlijk enorm, zoals jullie al weten. En dan ga ik proberen voor jullie een chique score neer te halen in dit potje. Neer te halen, neer te zetten. Meer. Ik denk dat dat beter Nederlands is. Oh, ik wou knijven, maar ik drukte mijn verkeerde knopje in. Ik drukte mijn springknopje in. Dat is wel echt gewoon fucking kut. Ik knijf nooit met mijn achterste scuffpad, omdat ik daar mijn vinger nooit op heb zitten. Ik heb hem altijd maar een beetje ernaast hangen. En wow, jij zit echt hard te campen, man. Ik heb hem er altijd maar een beetje naast hangen. Omdat ik het anders niet echt chill vind gamen. Want ik gebruik toch alleen maar jumpen. En knijven doe ik wel gewoon met mijn rondje. Want dat ben ik me nu aangewend. Dat heb ik mezelf aangeleerd, laten we zeggen. Want vroeger knijfde ik altijd gewoon met mijn R3 knoppen, laten we zeggen. Maar dat doe ik nou niet meer. Want daar kan je nou echt gewoon ziek chill mee dropshotten. Dan moet je wel je instelling even aanpassen. Ik weet niet of sommigen van jullie dat ooit hebben gedaan. Maar dat heet dus tactical. Button layout moet je op tactical zetten. Oh, en wat, ik was al beneden en ik word nog gekilled. Oh, fuck dat. Nou, nu had ik jou ook. Hoe sta ik? 7-4. Oké, let's go. Ik kan niet sliden. Kom maar. Ah, hij is zo weak, hè. Wow, waar word ik geraakt? Vandaar dus. Geef me die insanity. Oh, ik heb wrecked, man. Moet je wel gewoon goed raak schieten als je me wil killen. Wat? Hij zit in een glitch? Wat? Oh nee, dit is vind ik fucking kut, man. Ze willen weer van die kut mensen die steeds zo glitch gaan, man. Oh. Dat was zo irritant, hè. Dan speel je gewoon een relaxed potje. Kom je van tegen mensen die zo of in een walbreach gaan. Of in zo'n planten zitten. Oh, what the fuck? Kijk deze gozer. Oh. Zag je dat? Dit spel klopt gewoon echt niet. Ik ben klaar met reloaden. Ik kom een enemy tegen en hij gaat weer lopen reloaden. Waar slaat het op, jongens? Het is gewoon echt bullshit, man. Oh, hij heeft extra hoeveel of zo. Ik weet niet. Daardoor kon hij net in die fucking boom komen. Aha, wacht. Of ik kan het ook. Ik weet niet. Nee, ik blijf er gewoon, ik haak erin, dus. Het zal wel een glitch zijn die probeert uit te oefenen. Daarom dat hij ook zijn extra hoover aan heeft staan. Bijna niemand gebruikt extra hoover. Maar dat is fijn, man. Mijn vaders telefoon gaat beneden al. Dat hoor ik fucking hard nu. Ik weet niet of jullie het ook horen. Het zal wel niet. Piekeloe. Ah, we gaan dit verliezen, jongens. Kom op. We gaan dit verliezen. Even kijken of mijn telefoon niet af was gaan. Kan ook nog zijn dat mijn moeder me belt en dan neem ik niet op en dan gaat ze mijn vader lopen bellen. Omdat hij zijn telefoon thuis had gelaten. Dus was mijn moeder niet, anders had ze mij wel gebeld. Let's go, double kill. Oké, ik denk dat we dit niet meer kunnen gaan winnen. Zo, diegene blijft wel lang doorbellen, jongen. What the fuck?
Die telefoon gaat nu nog af, hè? Hij gaat nog steeds af, what the fuck? Ah, diegene heeft waarschijnlijk veel geduld. Ik hang altijd op als degene, als ik iemand ga bellen en die neemt na drie tonen dat tiet, na drie keer nog niet op, hang ik alweer op. Ik wacht nooit, laat me zeggen, totdat je, deze persoon is nu niet bereikbaar, daar wacht ik nooit op. Kom op teammates, we kunnen dat toch wel even winnen. Ik vind dat we dit gewoon kunnen winnen. Oké, ik ga gewoon even mijn best doen, oké? Let's go. Even mijn try-out mode aanzetten. Zit er boven me. Aha, ik weet nou waar we dus gaan winnen, want ze zit hard te campen. Kiekeboe. Oh, zij heeft me ook nog! Oh, dat is een awesome in rigor. Fuck off, man. Enemy UAV online. Oh, hallo. Mijn knife ging even mis. Oh, die drone zat achter me aan. Hoor je dat? Oh, dat is teammate. Ah, we gaan er niet meer binnen. Kijk maar. Althans, hun moeten opeens geen kills meer maken. Maar dat is onmogelijk. Met die drone en zo. Oh, en hij jumpt weg. En is die dying gepoept en dan ben ik de final. Oh! Waarom ben ik de final nou? Kut jongens, hij had toch ook die speakies. Maar mocht je genoten hebben van deze video, laat alsjeblieft je blauwe duimpje omhoog achter. En dat helpt mij natuurlijk enorm. Mocht je genoten hebben van deze video, deel hem dan eventjes ofzo. En ja, ik hoop dat jullie genoten hebben van deze video. En ja, zoals ik altijd zeg, tot de volgende keer mensen. Later.